Dit is meneer O. Nu gaat het goed met hem. Hij is blij met zijn werk als buschauffeur. Dankzij professionele begeleiding doet hij weer mee in de maatschappij. Maar dat was een hele uitdaging voor hem. In een korte tijd ging het helemaal mis. Einde van de relatie, baan kwijt, geld kwijt, huis kwijt en daarna ook de weg kwijt. Hij had echt psychiatrische zorg nodig en kreeg behandeling en begeleiding. Zo kon hij gelukkig wel zelfstandig blijven wonen. Maar chaos en stemmen in zijn hoofd maken zijn leven grillig. Met depressies en psychoses kijk je anders naar de wereld. Maar zijn begeleider begrijpt dat. Elke week werkt meneer O aan de doelstellingen uit zijn persoonlijke plan. Zijn begeleider ondersteunt hem daarbij. Ze helpt met praktische zaken zoals hygiëne, gezondheid en medicijnen en geldzaken en administratie. En veel belangrijker, ze hebben samen bereikt dat meneer O weer meedoet in de maatschappij en er weer vertrouwen in heeft. Hij doet vrijwilligerswerk in het wijkcentrum, spreekt zijn familie weer en bouwt nieuwe contacten op. Dat was een van de doelen in zijn persoonlijke plan. Ook een ervaringsdeskundige helpt bij zijn herstel. Zijn begeleider zet een professionele methodiek en instrumenten in. Ze is geduldig en vasthoudend. Crisissituaties helpt ze voor te blijven. Maar ze neemt hem nooit het stuur uit handen. Dankzij professionele begeleiding kunnen meneer O en vele anderen met een psychiatrische beperking meedoen in de samenleving. Want wij begrijpen mensen met onbegrepen gedrag. Bijzondere mensen, maar ook gewoon mensen. Kijk voor meer informatie op ribwalliantie.nl.